protest tegen het uitbreiden van Lelystad Airport. Goedenavond. Ja, protest vanuit Overijssel, Flevoland en Gelderland. Inwoners uit alle drie de provincies zijn bang dat ze veel last gaan krijgen van Lelystad Airport. Over anderhalf jaar gaan ze daar namelijk toeristische vluchten overnemen van Schiphol. In het oosten van het land maken ze zich grote zorgen over al die vliegtuigen die laag zullen overkomen. Deze camping achter Zwolle houdt geen bingo's en disco's. En om 9:30 sluit de bar. Stilte is een van de belangrijkste attracties van natuurcamping De Lemeler S. Zolang als het nog duurt. De vliegtuigen komen van die kant vanaf Enschede, dalen hier zo op een hoogte van 9 kilometer komen ze in Nederland binnen en dan dalen ze in één keer naar een hoogte van 1800 meter. En op die, met vol gas, kleppen naar beneden, richting Zwolle, dus met heel veel herrie. De vliegtuigen zullen op maximaal 1800 meter over de oostelijke provincies vliegen, om het verkeer van en naar Schiphol niet te storen. Krom verhaal is dat we op de grond alles geregeld hebben in plannen, dure beheersplannen en regels en wetten. En dat op de lucht alles verknald wordt. Wat betekent dat voor de camping? Ja, dat is een ramp. Ik denk niet dat de mensen hier voor vliegtuiglawaai komen, maar wel voor de rust. Maakt u zich zorgen over wat er hier gaat gebeuren? Jazeker. Als hier laag overvliegen, dat verstoort enorm de natuur en de rust hier. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat vanaf volgende week op speciale bijeenkomsten de bevolking in de oostelijke provincies informeren over hoeveel geluid er te verwachten valt. Met behulp van een simulator. Dus mag je dit al kwalificeren als last, overlast? Dat is voor iedereen persoonlijk anders. Ruim 80.000 mensen denken dat het overlast wordt. En hebben hun handtekening gezet onder een petitie tegen de vliegroutes. Die petitie is vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. Nou, staatssecretaris Dijksma zegt dat ze een oplossing heeft gevonden. Volgens haar kan de overlast worden beperkt door vliegroutes aan te passen. Ja, we hebben vastgesteld dat op de belangrijkste route vanuit het zuiden hoger kan. Dus niet langer 6000 voet, maar 9000 voet. En tegelijkertijd proberen we de Veluwe te ontzien. Het is toch een stiltegebied en als je daar even omheen kan, dan moet dat mogelijk worden.